Yo, what's up iedereen? Welkom allemaal bij weer een nieuwe commentary van I Released I, op de PlayStation 3. Wat? Inderdaad, jullie horen het goed. Ik zeg op de PlayStation 3, want de gameplay voor vandaag is Black Ops 2. En denk je, wat? Black Ops 2? PlayStation 3? What the fuck, deal? En maar ja, eigenlijk is, zoals je nu misschien kan raden dan, het is natuurlijk niet mijn gameplay, het is de gameplay van Ivar Games HD. Want ik heb natuurlijk geen GayStation en ik heb geen Black Ops 2. Dus daarbij hou ik het erop dat het niet mijn gameplay is, maar van Ivar Games HD. En dankjewel Ivar in ieder geval daarvoor dat je wederom iets voor mij gedaan hebt. En ja, de gameplay, ik heb geen idee hoeveel om hoeveel die gaat, aangezien ik eigenlijk niet te veel naar de gameplay heb gekeken. Want het gaat natuurlijk niet om de gameplay, het gaat natuurlijk over wat ik te vertellen heb in deze serie. En de serie zoals jullie heten, het is een nieuwe serie, het heet natuurlijk Rotjoch Stories. Het staat natuurlijk bovenaan, dus ja, dat kunnen jullie natuurlijk al raden, zo'n grote verrassing is het niet. Maar het heet Rotjoch Stories en het is eigenlijk een heel simpel concept. Ik zal vertellen waar het over gaat. Het is heel simpel. Mijn naam is Dylan. Beter bekend voor jullie als I Released I. En ik ben 20 jaar oud. Vroeger, toen ik nog een klein kind was, was ik echt een rotjoch. Volgens Daan, Anowins en Ivar ben ik nog steeds een rotjoch. Maar dan zou ik een volwassene zijn. Maar in ieder geval, ik was echt een rotjoch. En ik heb veel dingen gedaan in mijn leven waarvan je denkt, what the fuck, ouwe? Wat ben jij een rotjoch? Of wat domme dingen ik allemaal gedaan heb. Dat zijn er heel veel dingen om te noemen. Dus ik dacht, nou ja, weet je wat? We gaan het gewoon een keer vertellen op YouTube. En kijken wat de mensen ervan vinden. Dus eigenlijk ga ik gewoon dingen vertellen in mijn leven waarvan ik denk, oh deel, what the fuck? Waarom heb je dat soort domme dingen gedaan? Nou goed. Daarbij moet ik zeggen, ik ga het niet opbouwen. Dus ik ga niet beginnen van toen ik 6 was. Van een belletje trekken naar 8, naar 10, naar 12. Het is gewoon random. Als ik een verhaal kan herinneren of weer aan herinneren wordt, dat ik denk van, oh ja, die kan ik vertellen. Dan ga ik gewoon vertellen aan jullie hoe het precies werkt. De namen die ik gebruik in deze serie zijn niet de echte namen, want natuurlijk dat zou een beetje privé-schending zijn. Dus het is natuurlijk gewoon random namen gebruik ik. En zal er niemand eigenlijk erachter komen dat het mijn vrienden zijn, hoe ze echt heten. Dat je denkt van, ah, jij hebt dat gedaan, fucking loser. Dus daarom ga ik gewoon met gekke namen doen, of andere namen. Goed, we beginnen met het allereerste verhaal die ik ga vertellen. Het is, hoe lang geleden zou het ongeveer zijn? 7 jaar geleden alweer, denk ik. Toen was ik ongeveer 14 jaar oud, dus 6 jaar geleden. Zat ik in het derde jaar van het Bredero College in Amsterdam. En daar had ik een vriend op zitten die ik al kende van de basisschool. En hij had een nieuwe groep vrienden gemaakt natuurlijk. Een paar vrienden van hem die woonden ergens in een best wel in een fucking groot huis wonen die vriend. En hij zei, deel, kom een keer met ons mee. Gewoon een keer chillen bij die vrienden van ons. Dus ik dacht, nou weet je wat, fuck it. Ik ga gewoon mee met jullie. Dus ik noem hem Nacho. Nacho, die zei tegen mij, hey deel, kom een keer met mij en zijn broer Chris. Kom alsjeblieft met ons mee. We gaan gewoon bij hem thuis. Gaan we gewoon chillen, een beetje gamen, een beetje bier drinken. Weet ik veel, gewoon chillen. Nou, ik dacht, ja, prima, ik vind het allemaal best. Ik ga er wel naartoe, want ik ben best wel makkelijk in het maken van nieuwe vrienden. Maar ja, zoals jullie natuurlijk weten, als een nieuwe jongen in een nieuwe groep, moet je natuurlijk bewijzen dat je wat bent. En natuurlijk gaat het verhaal over dat ik mezelf heb moeten bewijzen dat ik natuurlijk een stoere jongen ben, een leuke jongen ben. En dat ik natuurlijk in die vriendengroep wil passen. Dus ja, het is even een stom verhaal geworden. Het was een beetje uit de hand gelopen, maar het was wel leuk om te vertellen. Ja, leuk, een leuke gebeurtenis, daarom vertel ik het jullie. Nou, in ieder geval, we gingen dus naar het huis toe. En het begon al meteen bij de deur. Hun bellen aan, weet je wel, dus Nacho en Chris. En dan de Marokkaanse jongen doet de deur open. Nou, Reetje. En Reetje zegt, oké, man boys, kom lekker binnen. En tegen mij zegt hij, hey, wie ben jij? Van ja, ik ben Dylan, weet je. Dus ik mag ook naar binnen. Zei, nee, ga weg, man. Ik ben nieuwe boys binnen. Het is zo die deur dicht, weet je. Ik denk, what the fuck, wat gebeurt mij hier? Dan kan ik niet eens naar binnen. Word ik meegevraagd, weet je, nieuwe vrienden. En meteen bij de deur ging het al mis. Ik denk, fuck dit, ouwe. Dus ik kijk naar rechts. Ik zie daar een best wel groot hek. En ik denk, nou weet je wat, dit is die tuin, ik klim er gewoon in. Dus ik denk, ja fuck it, ik klim op het hek, ik spring over het hekje heen. En ik hoor die deur vooraan open gaan. Ja, fuck toe man, je mag naar binnen. Hey deur, hey, Nacho, waar is die kill? Dus ja, ik was natuurlijk over het hek heen geklommen en hun zochten mij van, what the fuck, waar is die kill? Want dat maakte wel een grapje, natuurlijk mocht ik wel naar binnen. Maar ja, ik was al in die tuin, dus ik loop op, ik zei, hey man, ik ben hier. Dat is het, lijpe chappie. Dan had hij al zo meteen zoiets van, deze boy heeft wel scheid aan alles en scheid aan iedereen. Zo'n jongen hebben we eigenlijk wel nodig in onze groep, zijn wel leuke jongens toch? Dus ja, prima. Dat was eigenlijk al het eerste stukje respect wat ik van ze kreeg. En ik was in ieder geval binnen. Dus we gingen naar boven, voorgesteld wie we zijn. En ik kwam boven in een zolderkamer, jongens. Ik kan het niet meer vergeten. Hij had een huis. We moesten serieus 8 trappen op of zo. Was allemaal in zijn huis. En ze chillden op zolder. Op zolder zat er echt een stuk of 10 boys zaten daar al. Hij had een pooltafel, een tafeltennistafel, een voetbaltafel in de hoek. Hij had een bank net zo groot als mijn fucking 3 keer zo groot als mijn bed of zo. Hij had een tv. Oh, die tv was gewoon zo groot als mijn muur. Het was gewoon niet normaal hoeveel geld deze man had.
Maar ja, goed, in ieder geval, op een gegeven moment kwam er een random dude binnen, die ik dus natuurlijk ook nog niet kende. En die, begon eens met Xbox en die dude kwam binnen met een tas vol met eieren. Allemaal eieren in doosjes. En hij zei, hey boys, kom, we gaan wat fatu's doen met die eieren. Voor de mensen die niet weten wat fatu betekent trouwens, fatu betekent grappig. Of grapje, dus we gaan wat leuks doen met die eieren. En ik denk, ah man, gaan we, dit soort boys zijn het dus. En ik dacht, fuck it, we gaan gewoon naar beneden. En ze gingen dus naar beneden en ze gingen die eieren gooien op, ja, ze gingen die eieren gooien gewoon op trams en bussen, want die gaan natuurlijk nooit stoppen. Op een gegeven moment gingen ze gooien op een auto en die auto denkt natuurlijk ook, ja, fuck, ik zie daar 20 boys aan de zijkant staan, we gaan niet stoppen. Dus ja, die auto rijden ook door. Op een gegeven moment gooide die ook op een fietser. Op een gegeven moment waren er nog maar 3 eieren over. Er was 1 jongen bij, we noemden hem Mr. Taki Taki, oftewel een Mr. Praatjesmaker. Die zei, hey man, kom we gooien, wie bluft erop om een taxi te gooien? Wie bluft op een taxi te gooien? Ja, voor de mensen die niet weten, in Amsterdam moet je niet fokken met taxis. Want mensen in de taxi zijn gevaarlijke mensen. Ik denk ongeveer 80% van de mensen in de taxi draagt een wapen bij zich, een mes, pistool, weet ik veel, bezoeken als het kan. Maar het zijn gevaarlijke mensen. Maar hij was dus Mr. Taki Taki. Hij gooide er snel nog. Toen hij dat zei, gooide hij snel zijn ei weg. En ja, ik had zelf nog een ei over. En twee andere boys ook, die gooiden ook een ei meteen weg. Ah, dan was ik de enige met dat ei. En ik moest mezelf bewijzen toch. Dus ik had zoiets van, ja, als ik nu mijn ei weggooi en het niet doe, dan ben ik echt een poes. Dus ik dacht, shit, wat ga ik doen? Ik zeg gewoon, fuck it. Oh ja man, ik gooi wel op die taxi. Dus ja, oké, prima. Ze zeggen, ah, vet respect, we gaan die taxi gooien. Dus ik denk, ah, shit man, dan sta ik dan met mijn ei in mijn hand. Wachten op een taxi. En dan komt de taxi langs. Ik denk, oh man, oh man. En ze gooi hem nu, zeggen ze. En ik gooi mijn ei, ik zweer het zo hard mogelijk, jongen. Ik hoor zo, en bang! Gewoon dat ei ging keihard op die taxi. Ik hoorde gewoon bam. Ik denk, fuck. En je ziet die rode lampen aangaan van de taxi. Oftewel zijn remlichten. Zijn deuren gaan open. En ik roep nog, boeken boys! Boeken! Dus iedereen rent allemaal kant op. Iedereen ging uit elkaar, weet je. Ik was in de buurt die ik niet kende. Ik dacht, ah, oh, what the fuck man. Ik ren voor mijn leven toch. Op een gegeven moment ik zie iedereen de straatjes in rennen en shit. Ik denk, what the fuck. Ik zie links van me een bosje. Ik denk, fuck it. Ik duik in die bosjes. Wow. Ik maak me zo klein mogelijk en ik zie die mensen, ik zie die taxichauffeur en zijn vriend. Of weet ik veel, misschien was de klant of zo. Die zie ik gewoon langslopen, langs mijn bosjes. Ze stonden nog stil, ik denk, no, ze gaan me pakken. En ik zweer, ze gaan me vermoorden of zo, gek. En ja, gelukkig liepen ze door. En ik zat daar echt voor 5 minuten lang, zat ik gewoon stil in die bosjes, jongen. Ik scheet in mijn broek, ik denk, what the fuck, gast, what the fuck, waar ben ik? Op een gegeven moment dacht ik, ja, fuck, ik ga mijn vriend bellen. Die is vast wel ergens naar Turkije geboekt of zo. Dus ik neem het op de telefoon. En dan zo ik zo echt nog niet 2 meter naast me in de bosjes. Tun 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 tun. Hoor ik zijn ringtoon, die gast ook gewoon in de bosjes. We staan allebei op. Nacho. Hij zegt, hey Dil, je bent lijp in je hoofd, man. En uiteindelijk waren iedereen bij elkaar gekomen. 1 iemand was uiteindelijk gepakt. Dat was wel zuur voor hem. En hij had me niet verraden. Hij had gewoon gezegd, ja man, ik gooide dat ei. Had hij het schoongemaakt. Hij zei dat hij een dikke deuk voelde in die taxi. Maar die taxichauffeur was niet kwaad of zo. Weet je. Hij zei, ja oké, okay, fuck it. Als je maar mijn taxi schoonmaakt. Dus ja, eigenlijk was het verhaal goed afgelopen. En daar waren we eigenlijk allemaal best wel gelukkig om. En ja, zo ben ik echt eigenlijk uiteindelijk bij deze groep beland. Ze vonden me allemaal natuurlijk super, ja, niet vet of zo. Maar ze vonden ze wel zoiets van, deze boy is wel gek. Hij klinkt gewoon scheid over de muurtje heen met mensen die hij niet kent. En hij gooit gewoon een ei op een taxi. Nou mensen, eigenlijk is dit mijn verhaal. Het was niet echt iets heel bijzonders, maar het was even een start van de serie. Ik heb veel leukere verhalen nog. Die komen misschien wel in de volgende episodes. En ik zeg vooral tegen jullie, stuur vooral naar mij even je, ja, een gameplay in van Call of Duty. Wanneer jij wel Call of Duty, naar dylanhgaming@hotmail.com. Dit was in ieder geval de gameplay van Ivar Games. Ik wil Ivar Games nog 1 keer bedanken. En ik hoop dat jullie genoten hebben van deze episode. Ik dank jullie voor het kijken en ik hoop tot de volgende keer. Dit is Rotjoch. Tot ziens. De mazzel.